Verkiezingen in Amerika gaan er heel anders aan toe dan hier in Nederland. En dat ligt aan het kiessysteem, want zowel Nederland als Amerika zijn een democratie. Maar Amerika heeft een tweepartijenstelsel. In Nederland heb je heel veel verschillende partijen. In Amerika gaat het maar om twee grote partijen. En de winnaar, die krijgt alles. Dus waar je in Nederland vaak na de verkiezingen met elkaar moet samenwerken, geldt dat Amerika de winnaar het Witte Huis krijgt en de verliezer helemaal niets. Winner takes all. Maar het is ook weer niet zo dat de winnaar simpelweg de partij is die de meeste stemmen krijgt. Kijk maar naar 2016. Hillary Clinton kreeg 2,8 miljoen stemmen meer dan Donald Trump. Hoe kan het nou dat de winnaar van de meeste stemmen toch niet de winnaar van de verkiezingen was? Nou, dat ligt aan het feit dat Amerika een federaal systeem kent. De staten hebben eigenlijk veel meer macht dan de centrale overheid, veel meer dan ook bij ons de individuele provincies hebben. En er wordt dan ook per staat gestemd. Amerikaanse verkiezingen zijn eigenlijk een optelsom van 51 verschillende verkiezingen. En bij elke verkiezing wint de partij die in die staat de meeste stemmen heeft gekregen. Dat werkt met kiesmannen. In totaal zijn er 538 kiesmannen verspreid over alle staten. Hoe meer inwoners, hoe meer kiesmannen een staat vertegenwoordigt. En in totaal heb je er dus minstens 270 nodig om een meerderheid te halen. Hillary Clinton kreeg dus de meeste stemmen en won dus de popular vote. Maar uiteindelijk kwam ze niet in het Witte Huis. Hoe kon dat nou gebeuren? Laten we eens kijken naar een voorbeeld van hoe dat kon gebeuren. Bijvoorbeeld Texas, een staat met 38 kiesmannen, grote staat. Laten we zeggen dat Trump daar 6 stemmen won en Clinton 4 stemmen. Dan heeft Trump dus de meeste stemmen en krijgt hij dus alle 38 kiesmannen van Texas. Kijken we vervolgens naar Arizona, een kleine staat, 6 kiesmannen. Daar kreeg Clinton 9 stemmen en Trump 1. Nou, dan krijgt Clinton alle 6 de kiesmannen van Arizona. In totaal heeft Clinton nu 13 stemmen gekregen en Trump maar 7. Maar Trump heeft hiermee 38 kiesmannen verzameld en Clinton maar 6. En zo kon het gebeuren dat Donald Trump naar het Witte Huis ging en Hillary Clinton weliswaar de popular vote won, maar er helemaal niets aan had. En het is niet eens de eerste keer in de geschiedenis dat dit is gebeurd. In de 19e eeuw gebeurde het regelmatig. En ook in het jaar 2000 kreeg Al Gore 500.000 stemmen meer, maar ging George W. Bush naar het Witte Huis. Zo zie je dat het bij verkiezingen in Amerika eigenlijk veel meer draait om de verschillende staten. En sommige staten zijn heel democratisch, stemmen eigenlijk bijna altijd op de democraten. Californië is daar een voorbeeld van. En daar zul je dus ook nooit presidentskandidaten campagne zien voeren, want dat heeft weinig zin. De mensen daar zijn voor het grootste deel al overtuigd. Alabama is ook zo'n staat, maar die stemt bijna altijd op de Republikeinen. En dit jaar zijn er meer staten eigenlijk dan ooit waar toch campagne wordt gevoerd, omdat de presidentskandidaten denken, hopen dat ze daar de kiezers kunnen winnen. Of het echt zo spannend is, dat zullen we uiteraard gaan zien op de verkiezingsdag. Maar op dit moment zijn er meer staten in het spel, swing states worden die genoemd, dan ooit tevoren.